vast met je hand, met je hand. Ja, onder je neus, onder je neus, onder je neus. Ja, zo. Oké, kijk. Nou, dat gaat goed komen. En hop, hop, hop. Kijken, zo, is die goed? Ja. Ja, die zit prima, hè? Die zit prima. Kijk, kijk, kijk. Ja, zeg ons wat. Oh, want je hebt natuurlijk geen stem nog. Maar nee, wij hebben een microfoon. Via deze stem goed? Deze stem? Ja, ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, deze? Ja, dat vind ik ook wel geil. Dat heb je dit. Je komt hier uit de buurt? Ja. Ja, ik ben met, zeg maar, mijn ouders mee. Ouders. Een soort begeleidwonen waar ik, waar ik een beetje steun. Het zijn mensen die niet op zichzelf kunnen en ik help ze een beetje mee. Ja, oké. Maar het zijn wel leuke mensen, denk ik, of niet? Wow, wat wil je zeggen? En mijn vader doet van de klokken, de klokken, de klokken, de klokken. Ik wil eens een flesje nemen. En mijn moeder doet er ook niet. Dit is inderdaad zo'n moeder dat ik ook. Ja, daar kun je niks aan doen? Nee. Toch allemaal aardig. Ja. Er zijn dagen dat ik niet geslagen word en die dagen die kan ik op één hand tellen. Maar Ruben, ja, ik ben misschien al 11, maar ik heb ook gevoelens. Ik kijk even recht vooruit. Ja. Tijdens het moordspel begon mijn hart snel te kloppen. Ik heb dit gezien. Ik heb dingen gezien, Nick. Ik wil deze Anne een opale brengen. Is dat mogelijk? Ja, absoluut. Hebben jullie iets voorstaan wat ik voor haar kan zien? Iets Nederlands? Oh, in Nederland? Ja, natuurlijk hebben we. Oh ja. Oh ja. Oh, okay. Deze dingen? Ja, super. Ik ga nu veel betekenend omhoog kijken. Veel betekenend omhoog. Deze is voor Anne. Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Ja, misschien ben ik vanavond voor vrij. Ik voel me een beetje zorgig. Ze klinken wel van ja, maar ze weten natuurlijk dat ik naar mijn ouders moet. Oh, yeah. Oh, daar staat ze. Dankjewel. Nu sta ik voor.